Als er niet snel wat gebeurt, is het binnenkort over en sluiten voor scouting Maasdijk. Er zijn te weinig leiders om de club draaiende te houden. En ook het aantal scouts, dat zijn er nu 15, ligt ver onder het regiogemiddelde. Wat we eigenlijk nodig hebben is nog um, ja, één à twee man leiding zeker erbij. En daarnaast uh, ook nog bestuursleden. Dus we zoeken nog een voorzitter, um, secretaris. Daar zijn we eigenlijk op de, naar op zoek. Dus we gaan nog één keer op kamp, naar Bergen op Zoom dit jaar met, uh, met z'n allen. En daarna, uh, zoals het er nu voor staat, houdt het op, Scouting Maasdijk. En dat zou een zware klap zijn voor de groep, want Scouting Maasdijk bestaat al ruim 40 jaar. De leden komen altijd op vrijdagavond bijeen en doen verschillende spelletjes. Het draait allemaal om de gezelligheid. De spullen liggen op zolder en in kasten. Ja, die zitten vol met verkleedkleren voor de themaavonden en uh, kampen... Uh, Allerlei kleren, dit is bijvoorbeeld een prinsessenjurk, die is voor het prinsen- en prinsessenkamp gebruikt. En zo hangt allerlei andere dingen ook nog. Ja, dat is pionierhout. Dat, uh, daar kunnen we allerlei torens, keukens mee pionieren. Dat nemen we mee op kamp, maar dat gebruiken we ook hier uh, buiten op de vrijdagavond. Op het hoogtepunt van Scouting Maasdijk, jaren geleden, waren er zo'n 50 leden. Nu zijn het er 15. Waar dat aan ligt, weten ze niet. Het is een wisselwerking tussen uh, leden en leiding. Um, het ledenaantal is wat teruggedrongen. Uh, maar vooral het leidingteam is uh, uitgedund. En het is gewoon lastig om nieuwe aanwas van leiding te, te vinden. Waar we eerst draaiden met drie, vier groepen, is er nu nog maar één overgebleven. En dat is puur om uh, vanwege een tekort aan, aan leiding. Als er niet snel iemand reageert, dan houdt Scouting Maasdijk na de zomervakantie ermee op. Het clubhuis aan het Marianneplein gaat dan weer terug naar de naastgelegen kerk en de spullen zullen worden geschonken of verkocht aan andere scoutingverenigingen. We kijken op onze website hoe die andere verenigingen qua ledenaantal ervoor staan.